De duikplank was daar. Het voormalige zwembad Velsicht begint op 11 mei aan een tweede leven. Op die dag wordt het oude, verloederde en verlaten zwembad omgedoopt tot dierenparadijs Park Velsicht. In de kleedhokjes huizen nu dieren. We hebben hier twee kippen binnen zitten. Ja, dit was ook een deel van de kleedkamer. Hier hebben we de oude kleedhokjes. Fladder tegenwoordig het een en ander in rond. Daar woont tegenwoordig een konijn en een cavia. In 2013 ging het zwembad dicht en het complex verloederde. Voor Tony Bros de aanleiding om voorzichtig te beginnen met Park Velsicht. Een soort kinderboerderij, iets wat in de voormalige gemeente Aalburg nog niet bestond. Een dierenparadijs, toegankelijk voor iedereen. Mijn drijfveer is het om het dat we geen entree hebben, dus dat de kinderen altijd kunnen komen. Dus, want nu is het allemaal met de telefoon. En ik wil ze gewoon de beleving meegeven van hoe mooi dat de natuur eigenlijk is. Hier zwemmen twee schildpadden. Die liggen lekker in het zonnetje met een kopje. De schildpadden doen het goed in een voormalige ondiepe bad. In het diepe wordt ook nog gezwommen. Niet door mensen. Er wordt wel in gezwommen door een aantal karpers. Na de opening wordt het dierenparadijs gerund door mensen die er ook hun dagbesteding vinden. Hans is er één van. Ik ben 3 dagen de week hier. Maandag, woensdag en vrijdag. Onderhoud van de dieren en etcetera. En dieren zijn er genoeg op het oude zwembad. Kippen, we hebben schapen, schildpadden, konijnen, vissen. En een trio varkens. We hebben Miss Piggy, Puma en Jos. Een verlaten zwembad omgetoverd tot een dierenparadijs. Gaat Velsicht Parkzicht geopend worden met een bommetje in het zwembad? Dat kan. Ik nodig jou uit. Opening op 11 mei.